Ik ben Nicole Voet, revalidatiearts op de afdeling na hersenletsel van revalidatiecentrum Klimmenel te Arnhem. In mijn column kondigde ik al aan dat mijn videoblog zal gaan over neglect. Neglect is Engels voor verwaarlozing. Binnen de medische wereld betreft het dan een verwaarlozing van ofwel een deel van de ruimte, ofwel een deel van het lichaam, eigenlijk alles wat de zintuigen aandragen. Het is dan een gevolg van een hersenbeschadiging, meestal ten gevolge van een beroerte. Als die hersenbeschadiging aan de linkerzijde zit van de hersenen, betreft het neglect van de rechterzijde en andersom. Het is dan een gevolg van schade in de parietaalkwab, die hier zit in de hersenen. Een voorbeeld van neglect is bijvoorbeeld dat iemand geen aandacht heeft voor, als het aan de rechterzijde zit, de linkerzijde van het beeld of van wat iemand ziet. Dat betekent dat als iemand aan de linkerkant van je staat, je die persoon helemaal niet ziet. Loopt iemand vervolgens naar de rechterzijde, dan komt die persoon in beeld. Goedemorgen, de heer De Vries. Nicole Voet, komt u verder? De heer De Vries? De heer De Vries? Goedemorgen, de heer De Vries. Loopt u met mij mee? Neglect is geen stoornis van het zien. Dat heet hemianopsie. Neglect is echt een aandachtstoornis. Het vervelende is dan ook dat iemand ook geen aandacht heeft voor het probleem en er ook niet voor kan compenseren. Andere voorbeelden van neglect zijn dat iemand alleen de linkerhelft van het lichaam aankleedt, bijvoorbeeld alleen de linker sok aandoet. Maar het kan ook nog veel gevaarlijker, want stelt u zich maar eens voor als iemand zich in het verkeer bevindt en auto's aan de linkerzijde niet ziet en er ook dus niet voor kan compenseren. Of wanneer iemand gaat koken en de pitten aan de linkerzijde vergeet uit te draaien. Gelukkig zijn er ook behandelingen die patiënten aanleren om ook steeds aandacht te hebben voor de neglectzijde. Ook kun je bijvoorbeeld denken aan, wat we zullen laten zien, een prismabril. Een prismabril verschuift het beeld van de neglectzijde een paar graden naar de niet aangedane zijde. Oftewel, iets komt weer in beeld bij een persoon. En het mooie is dat zodra die bril wordt afgezet, het nog een tijdje blijft bestaan. Bij gezonde personen is dat na enkele minuten weg, maar bij patiënten ziet men dat het zelfs enkele weken kan blijven bestaan. En we behandelen hier nu enkele patiënten met een prismabril en wat zij ook zeggen is dat het echt verbetering geeft, ook in het dagelijks leven. In mijn column had ik het over revalidatiegeneeskunde als science fiction. Om daar in het kader van neglect een voorbeeld van te geven, ga ik het voorbeeld noemen van een alien arm of been. Wat dat nou precies inhoudt, stel iemand wordt 's nachts wakker en schrikt omdat er een vreemde arm of been in zijn bed ligt. Dat is natuurlijk niet prettig. Maar wat blijkt nou, dat is gewoon zijn eigen arm of been. Alleen doordat het aan een neglectzijde is, herkent iemand dat niet als zodanig. Vandaar de term alien arm of been.